Maar we zien nog steeds niets, want het is nog steeds kaal, kil en koud. Ja. En wij hopen dat er zo snel mogelijk verandering kan komen aan die situatie. En dat die bouw snel van start kan gaan. Dus we willen graag weten waarom het nog steeds niet begonnen is. Wat wij graag willen is dat na het terrassenseizoen, dat wij dan het Stadsplein gaan opknappen. Zodat de mensen het minste last van hebben in feite. Zowel de horeca als de bezoekers aan het Stadsplein. Dus wij willen graag nu daar ook mee aan de slag. Zodat we voor Koningsdag zoveel mogelijk klaar zijn met de dingen die we kunnen doen. Ja, u kent de discussie. Rondom het Stadshart met Unibail Rodamco. Wij hebben gezegd, we gaan niet wachten met het Stadsplein. We willen graag in ieder geval dat gedeelte wat wij doen, ja. Namelijk de zitelementen en de verlichting, nu aanpakken. Zodat we voor Koningsdag volgend jaar klaar zijn. We zijn nu bezig met verschillende partijen die kunnen leveren. Ja. En wat ons betreft zo snel mogelijk. We hebben natuurlijk gelukkig een hele lange zomer gehad. En lang gebruik kunnen maken van terrassen. Maar nu willen we zo snel mogelijk beginnen. De lichtstroken. Nou, in het plan is voorzien dat die weggaan, dat daar bloembakken komen en speelelementen voor de kinderen. De lichtstroken zijn eigendom van Unibail Rodamco. Ja. Unibail Rodamco denkt ook na, zoals u weet, over het gehele Stadshart. Ja. Vandaar dat dat nog niet gebeurd is. Dat heeft alles te maken met het totaalplan van Unibail Rodamco. Ja. Daarom willen wij nu sowieso aan die kant alvast beginnen met de zitelementen en een betere verlichting. Meer sfeer brengen aan het plein, zodat we daadwerkelijk ook echt het plein kunnen verlevendigen. Maar ik zie daar al banken en er staan al boompjes. Wat moet daar nog aan veranderen dan? Nou, wij denken dat het nog veel mooier kan. Dat er ook veel meer gebruik van kan gemaakt worden dan. Ja. Andere zitelementen, sfeervollere zitelementen. Wij denken erover na om de verlichting in feite te verhogen. En ook te laten schijnen op de bomen. Zodat de bomen er ook meer uit kunnen komen. En dat je meer verlichting krijgt op het plein zelf. Ja, op het plein zelf kan niet veel, hè, vanwege de markt. Nee, op het plein zelf kan niet zoveel. Dat heeft ook te maken met het feit dat de ondergrond heel ondiep is. De parkeergarage zit echt onder de grond. Er zit maar zo'n 70 centimeter tussen. Dus dat is maar een heel beperkt oppervlak. Daardoor kun je niet veel doen met het dak van de parkeergarage in feite. En we hebben elke vrijdag hier ook de markt, dat weet u. Dat zegt u zelf ook al. Dus daar houden we rekening mee dat de markt hier kan blijven functioneren. En tegelijkertijd het plein mooier wordt en levendiger wordt.